Anime me.
Er staat immers geschreven: het volk zette zich neer om te eten en te drinken, en zij stonden op om te spelen. Laten we ook geen onkuisheid bedrijven, zoals sommigen van hen zich overgaven aan ontucht, en op één dag vielen er 23.000. En laten wij Christus niet keren, zoals sommigen van hen dat hebben gedaan, en zij kwamen om door de slangen. En wil ook niet morren, zoals sommigen van hen dat deden, en zij kwamen om door de verwerping. Dit alles nu is hun overkomen, bij wijze van voorbeeld, en het werd opgeschreven als een waarschuwing voor ons, die het einde van de tijden beleven. Daarom, wie meent dat hij staat, laat hij toezien dat hij niet valt. Geen beproeving mogen u aangrijpen die menselijk is. Doch God is trouw, hij zal niet toelaten dat gij beproefd wordt boven uw krachten. Maar met de beproeving zal het ook de uitkomst geven. Uitkomst geven om te kunnen doorstaan. Zo voor de woorden van de epistel. En het heilige evangelie van onze evangelist Lucas. In die tijd, toen Jezus in de nabijheid van Jeruzalem kwam en de stad daar voor zich zag liggen, weende hij over haar en sprak: ach, mocht ook gij tenminste op deze goede dag nog inzien wat u tot vrede strikt. Maar thans is dat voor uw ogen verborgen. Want er zullen dagen over u komen, dat uw vijanden u met een stormwal zullen omringen, u zullen omsingelen en van alle kanten in het nauw brengen. En zij zullen u en uw kinderen binnen uw muren ter aarde neerslaan. En zij zullen bij u geen steen op de ander laten, omdat gij uw tijd van genade niet hebt erkend. En hij ging de tempel binnen en begon de kopers en verkopers die er waren uit te drijven met de woorden: er staat geschreven, mijn huis is een huis van gewend, maar gij hebt er een hoogschool van gemaakt. En iedere dag gaf hij onderricht in de tempel. Zo de woorden van het eigen evangelie. De hoop is voor u allen opgedragen. En volgende zondag, dan is de mis gewoon om 5 uur. En dan gaan we augustus in. Blijft gewoon om 5 uur. Behalve dan eind augustus. Het is zondag 26 augustus chemisch. En dat is nog een samenloop van omstandigheden, kunnen we zeggen. Vanwege dus hier het festival van de muziek en ons weerhaard. En dan is 2 september is weer de mis, nog om 5 uur. En dan worden we al tromgeroffeld. 9 september, dan is de meeste om 10:30. En dat moeten we natuurlijk een beetje vieren. Dus 9 september, 10:30. Maar voorlopig blijft het om 5 uur. En de laatste weekend van augustus, laatste zondag chemisch hier. 2 september, 5 uur nog. Dan 9 september, 10:30. Ik nodig u uit voor de korenwochen. Dat staat er 4 augustus, de namiddag. 5 uur korenwochen, concert, geestelijk concert hier in de kerk. En ik nodig u er van harte voor uit. En ik nodig u uit voor wederkaart van Gorkum naar april 25, 26 augustus. En u kunt zich al digitaal op e-mail inschrijven bij mij. En ik ga ook nog zorgen voor inschrijfformulier op papier. Ik vergeet het natuurlijk altijd. Ja, gisteren was het ook een beetje druk. Het was weer een huwelijk in Heilo. Dus u moet mij maar vergeven. Maar dat is misschien een beetje vetlostig gezegd, maar ja. Vergeet we ook niet te bidden voor ons grote vriend daar, Bevaar Frinko, Wilfried Bokkers, en met een tumor in zijn hoofd, dat we bidden. En voor kracht, en dan durven wij meer vragen nog, vragen we om genezing. En we hebben daar via de Roosgrasmail een novengebed voor rondgestuurd. De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, amen. Dierbare gelovigen, de heilige Paulus, de grote apostel van de heidenen, hij houdt niet op over het christelijk leven te spreken. Daarom horen wij alles wat hij geschreven heeft, vooral die zondagen na Pinksteren. Er zijn de hoogfeesten voorbij en wij moeten het dan waarmaken.
dus zijn er geen afgodendienaars. Hetzelfde. Het volk zette zich namelijk neer om te eten en te drinken en ze stonden op om te spelen. Men gaf zich over aan ontucht en gemorren. Ja, gisteren, met die waren, ben ik toch van een paar mensen geschrokken. Normaal zie ik niet van normaal uitziende mensen. Maar wat ze zeiden, dat je nou schrikt van een metal figuur, en dat je nou ook van schrikt, dat begrijp ik. Maar je weet soms niet wat de mensen, wat je hoort zeggen. Dat is ongelooflijk. En zo moest ik gisteren in een winkel bij een groepje mensen vaststellen dat die mensen helemaal buiten de realiteit willen zijn. Natuurlijk, we komen waarschijnlijk niet uit een agrarisch gebied. En ik kom nu uit een agrarisch gebied, Oost-Brabant. Maar die mensen die maken zich, voor zover ik ook maar kon concluderen, ze maken zich totaal geen zorgen over de huidige dood. Boeit niet. Ze praten er liever niet over. Maak zich geen zorgen. En zijn zo gesteld, kom ik me voor, dat ze zelfs durven zeggen: iedere dag is feest. Iedere dag moet feesten. Maar daar kan het niet hebben. En ik stel me de vraag, want hier waren en sommige van de agrariërs in Nederland ook. Ik stel me echt de vraag: zullen we nu voor regen gaan binnen? Of misschien juist niet? Of dat inderdaad dat de mensen weer gaan nadenken en beseffen hoe afhankelijk ze zijn. En dat leeft ook echt veel mensen buiten de realiteit. Terwijl boeren en agrariërs zich zorgen maken, iedere dag keihard werk nodig, hoe het gas enigszins staande houdt. Maar het is wel ons eten en drinken straks. Zonder, we hebben het al verboden dit jaar, maar zonder planten- en dierenwereld kunnen wij niet leven. En wanneer gaat het nu eindigen? We weten het niet. En, maar misschien is het inderdaad een teken van God dat de mensen weer gaan nadenken. We zijn nu al zover dat je er goed gaat nadenken. Je ziet nu ook bomen in herfsttoestand. En de bergen worden geel. Het gras is al geel. Bruin. De les van Paulus met hier waren in de epistel van vandaag geeft ons ook de heilige evangelist Johannes in zijn eerste brief, hoofdstuk 2, waar hij zegt: passen we ermee op, want al wat er is in de wereld is de begeerlijkheid van het vlees, de begeerlijkheid van de ogen en de hoofdheid van het leven. We bedoelen de wereld, de die zich van God afgekeerd heeft. Doen wij hier met wereld. En deze drie ontregelde begeerten, die doen ons maar altijd zeer naar de aarde neigen en de Vader in de hemel vergeten. De ziel van de mens daarentegen is geestelijk en die kunnen we inderdaad met een tempel vergelijken, waarop we de woorden van onze Heer Jezus Christus mogen toepassen, dat ze er een roversrol van hebben gemaakt. Het is niet van de Vader. De Vader met die waarde moeten wij gehoorzamen. Naar hem moeten wij ons richten. Wij moeten, zoals we het vorige week over ogen hebben, wij moeten boven de wereld uitgaan door de geboden te onderhouden. De 10 geboden. Met de 19 geboden, gij zult niet. Ja, doen wij, willen wij categorisch afstand doen van de wereld. Daarom wij in deze oorlog de wereld, ik bedoel, afgekeerd is van God natuurlijk. Niet Gods schepping als zodanig. We willen ons eraan te gehoorzamen. Het kostte wat het wil. Het is onze hartstochten te bedeuren. Onszelf te overwinnen. Maar we weten dat wij niet geschapen zijn om de begeerte te voldoen. We zijn meer dan vlees. En met de positieve gewoontes zult beginnen wij op te klimmen. In het onderhouden van deze geboden is het reeds mogelijk, dus graden te onderscheiden. We kunnen deze met meer of minder volmaaktheid vervullen. En zowel de negatieve als de positieve geboden verplichten ons. En we moeten ze onderhouden met die waarom ook al steken
spannende prikkels op. Want tegenover de zelfverloochening staat er door Christus geprezen: zal hij. En die deugd daarvoor hebben we ingestort gekregen in het doof. In de zaligheid in Matthäus hoofdstuk 5 gaan we nu verder niet over hebben. Ik wil het nog over iets anders hebben, want Christus wijst ons nog veel verder. Hij wijst ons nog verder omhoog. Maar over de gewone middelen, die voor ieder christen noodzakelijk zijn om volmaakt te worden, heeft Christus nog buitengewone middelen aangewezen. Bijvoorbeeld, de rijke jongeling uit het 19e hoofdstuk van Matthäus. Hij vraagt aan Christus wat hij nog kan doen. Wat ontbreekt er nog, zeg? En Christus nodigt hem uit tot hoger volmaaktheid. Verplicht hij niet, maar nodigt hem uit. En hij nodigt ons allemaal uit. Verkoop alles wat u bezit en geef het aan de armen. U zult een schat hebben in de hemel. En kom, volg mij. Maar helaas ging deze jongeling hier niet doorheen. Die zich toch heel dicht bij de volmaakte mens en zo ophield. Er ging terug heen, vermeld het evangelie. Dus met die van het evangelie gaat Christus nog buitengewoon midden en aan, die drie in getal zijn en daarom evangelische raven genoemd worden. Maar ik wil ze vandaag bespreken omdat ze juist een tegenhef zijn voor het alles mogen en kunnen in deze wereld. We moeten kijken naar de richting die Christus ons wijst. En deze drie raden zijn de vrijwillige armoede, de eeuwige zuiverheid en de volkomen gehoorzaamheid. En ze staan juist rechtstreeks tegenover de drie begeerlijkheden. Weet wel, die zuchten wel. Hebzucht, genotzucht, heerszucht of eerzucht. En die raden, die helpen dus of in die geest te leven en helpt om die zuchten te bedwingen. Ja, want de drievoudige begeerlijkheden, of de drie begeerlijkheden, dat zijn de strijdkrachten van de wereld. Maar door Christus raad kunnen wij ze beter bedwingen. De mens met die waarom kan de goederen van deze wereld, aardse rijkdom, zinnelijke genoegens, eer en grootheid, redelijk gebruiken. En toch zalig worden, natuurlijk. Maar hij zal gemakkelijker zalig worden en een hoger zaligheid verdienen als hij geheel aan die goederen verzaakt. Dat is de les. De vrijwillige armoede bestaat hierin dat men met liefde tot Christus het eigendomsrecht, of minstens de vrije beschikking over zijn tijdelijke goederen, afstaat. En hieraan iedereen is verplicht de rechtvaardigheid en de liefde te beoefenen, een ander het zijne te geven, de behoeftigen van het zijne mee te nemen. Maar niemand is verplicht afstand te doen van zijn goederen. Want God heeft deze aarde met een rijkdom voor de mensen geschapen en hem het recht gegeven de rijkdom te verwerven. Maar het verzaken aan de rijkdom is toch door Christus als middel tot christelijke volmaaktheid aangewezen. Niet verplicht, aangewezen, aangeraden. Met hierna bij het afscheid van heilige Bernardus en zijn vier broers van de adellijke burcht, ontmoeten zij een burcht bij hun jongste broer, Ivar, die daar met zijn makkers speelde. En Giro de oudste ging naar hem toe, omhelsde hem en sprak: verhaal Ivar, van nu af horen al onze bezittingen aan u alleen. Dus voor Ivar de erfenis. En de jongen dacht een ogenblik over de betekenis van deze woorden na. En toen antwoordde hij met vuur in zijn ogen: jullie willen dus de hemel als erfenis hebben en mij willen jullie de aarde laten. Die verdeling is niet rechtvaardig en ik neem die niet aan.
langs het ziekenhuis. Hij werd monnik. En later zo'n gelukzaligheid van de hemel. Maar wij met prima in deze wereld waarin alles kan lachen, geeft ons de richting. Het is een goed tegengif. Wat we nu spreken is de liefhouding van aan. Voor hetgeen we beleven, of moeten stikken in deze wereld. De eeuwige zuiverheid bestaat hierin dat men haar liefde tot Christus niet alleen levenslang de kruisheid oefent, maar ook aan het huwelijksleven vaarwel zegt. De mens is als redelijk wezen en nog meer als christen verplicht kuis te zijn. Gehuwden, zoals ongehuwden, moeten volgens hun staat rein leven. Maar niemand is verplicht geheel zijn leven de maagdelijke zuiverheid te onderhouden. Want de huwelijksstaat is voor allen geoorloofd. Dus wanneer iemand uit liefde tot Christus zich het huwelijk ontzegt om in maagdelijke zuiverheid te leven, dan beoefent hij een deugd die voor niemand verplichtend is, maar toch door Christus ook hierin sterk wordt aangevonden. En de volkomen gehoorzaamheid bestaat hierin dat men zich geheel en vrije keuze de liefde Gods aan het gezag van het geestelijke overste onderwerpt. Ook in zaken waarin het goddelijk, kerkelijk, burgerlijk en huiselijk gezag volle vrijheid laat. Men is verplicht met hiernaar aan de door God gestelde overheid te gehoorzamen, maar deze gehoorzaamheid laat toch erg grote vrijheid. Deze vrijheid juist prijsgeven door vrijwillige, volkomen gehoorzaamheid, ja, is dan ook wel niet door Christus geboden, maar door het woord en voorbeeld dringend aanbevolen. Met die waarden de evangelische raden zijn dus niet verplichtend voor allen, maar vergemakkelijken, dus in hoge mate het opstijgen langs de helling van de volmaaktheid. Geef ons in ieder geval de richting en helpen om een grotere glorie in de hemel te verkrijgen. Ze werden gedurende 20 eeuwen bezegeld door het kloostergeloof. En zijn een uniek iets, waarbij we echt wel moeten stilstaan, dat men alleen in het christendom tegenkomt. Alleen in het christendom. Het zijn raadgevingen. We kunnen nalaten ze te volgen. Maar met die wel, we mogen ze niet achter. Ook al zijn de evangelische raden niet voor ieder van ons in het bijzonder, iedereen kan er veel uithalen. En moet ze, althans als wegwijzers beschouwen, en leven in de geest van de raden, in de raad die ons mogelijk is. Nogmaals, een goed tegengif voor wat er nu leeft in de wereld. Alle raden zijn gegeven tot volmaaktheid van het christenvolk. Maar niet tot volmaaktheid van iedere christen in het bijzonder. Er zijn omstandigheden met die waren die ze soms moeilijk maken, soms nutteloos, soms gevaarlijk zelfs, soms schadelijk. En daarom zegt onze Heer van een van deze raden, hetgeen er eigenlijk ook wil uitstrekken over allen, Matthäus 19, vers 12, wie het vatten kan, hij vat het. Amen. Dan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Thank you.
Amen.